Wat is jouw naam, hè? Moerman, kopraal. Moerman? Ja, maar Moerman, of je daar wel om je parade grond. Weg is jij, man! Dat is een joke, hè? Dat is een joke. Oké, okay. Allemaal voor jullie. Of je daar wel om je parade grond. Weg is jij, man! Jij ook, dubbeleers! Kom nou, kom nou! Dubbeleers! Kom, 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 drie man, drie! Op je plek, man! Moer, man! Wie heeft op de stiemater? Stoer. Meneer, zo komt raak zomaar weg. En ik zou gaan. Ik ga naar movies en party doen. Alles is geopend. Maar wacht voor je. Dat is jouw zin gemaakt. Ik ga het bol afdoen. Wat doe man? Weet je wat een man? Nou, ik doe man hier. Onze stank rijk ook uit. Mijn pa maakt me tel de mami blazen dat het babbels is. En hij is zo goed, iemand gaat eerst weetjes daar niet. Dan praat maar, want je eigenlijk luister niet. Hé, zo'n meisje wat ik denk ik je aangeleerd. Het wordt steeds zo warm. Als je zo aan het vat, dan maak je het toe. Ja, een prins zo grijnt als een ferie en een levy. Moerman! Wat is het daar? Het is een reus, Cooper. Natuurlijk is het een reus. Denk je, ik is blind. Ik wil weten hoe kom je daar. Ik heb hem daar gesteken, Cooper. Oh. Nou is ik me mag vragen, hoe kom ik hier daar? Ik kan voor reuzen, Cooper. En waar is dit weer op zo'n pakje? Ons is een beetje op een naweek pas, Cooper. Is dat je schoenen? Waar is je pak? Pas is gecanceleerd. Haal u die roos. Jongen, gaan je bij je jammer wees, Maaikie. En jij de verleers, kijk hoe lekker jou knopen. Waar is jouw naweekpas?
Ek sien jou maandagoggend 8:00 in die RSM se kantoor. Alles in hierdie kamp is mos 'n grap. Hoe laat begin hy party? Nou, ek maak het nou saak. Jy het my genooi vir 'n party. Kom ons gaan. Dis eiwol, jong. Skrik jy? Ja. Maar ons kan nie sommer die uitstap nie, man. Sip, is jou sister verjaar. Kom jy of kom jy nie? Jy, yeah. Wacht vir my. Hallo? Hallo, ma. Ja. Ja, ek is by die stasie. Ja. Ja, natuurlijk het ons pas gekry. Ja, maak hy my mos. Ja, ek sal nie vir ma liefie. Oké. Okay. Draait ou, kom aan ons nou. Oké, okay, bye. Ja, oké okay, met jou. Huh? Dank laatst gezien, hè? Ja, dat kan je mooi. Een keer gewicht wel doen. Ik zie hem begeleerd. Wacht dan. Hey. Hoe, sorry, zo weggevoerd geraakt. Dit is mijn ma. En dit is mijn sissie Helene. Frans Moerman. Wacht dan, oké. Hé, hele sissie, hoe lekker met jou, man? Jy lijk oké, okay, maar was jy figure, ne? Maar Frans moet eerst een duim maak bij sy broer. Oké, okay, kom hier, stap. Jy sal rechtkom, oké? Ja, dank je. Tot ziens, mevrouw. Oké, kom ons rij. Tijd van los. Voorlopig. Die moet ik nou aan je kop uitkruis. Ik heb een courant op die straat gekocht vanaf ik 8 jaar oud was. Maar ik heb niet vandaag geleerd, ik niet. Maar ik heb daarom iets bereikt. Ik strijd niet, wissel. Je hebt 2 jaar gaan mos om architect te worden. 2 jaar en hoeveel duizend rand. En dat is niks. Dat is mijn bezigheid. Het was jouw bezigheid dat je mij kon vragen om je te helpen. En als dit is het niet gekomen, ook goed. Die antwoord is nog steeds niet. Ik werk voor mijn geld. Ik heb jou niks kon vragen, nie, wissel. Hoor. Ek het jou destijds gesê kom werk vir my, maar nie jy is mos harde kwas. Nou goed, neek maar aan. Ek waai, Wessel. Ek en jy is weeskinders, ou boerie. Ons nesie is nie uitgeteer met randnote nie. Ek sê ek waai nou, Wessel. Nou goed, as dit jou ding is waai, en as jy enige gut sit, sal jy self die mas opkom sonder om aan ander se oor te kyk. Mam nou op om my koeldrank te gee. Ek is al mooi groot. Ek sal nie doodgaan van 'n ou buurtjie so nou en dan nie. Ek hoop nie jy het leer drink in die kamp, Michelle. Ach, wat 'n ou buurtjie nou. Maar Drey is syf soos 'n vis as paal misgie. En maak klaar nooit daaroor nie. Jy praat nie so oor ander mense nie. Buitendien is die waar. En ek weet wanneer hy swartie. Hy is altyd hier. Vir die finale jaar medies het hy vreeslik baie tyd. Sy oulike seun. Hy is niks met hom verkeerd. Ja, hy is omtrent so oulik soos 'n oor rij popo. Hy is een rechte boks. Hallo pa. Hallo my ding, hoe gaat om jy? Lekke dag gehad. Ach, so so. Krijg pa die kar bere. Goed, maar jy stamp hom nie hoor. Middag self, gaan dit. Middag terug. Dankie. Die saak afgeleid. Ah, nee.
When I walk down the streets, see the people who stop and stare and say, haven't I seen that face somewhere a long time ago? When I walk down the street, see the stranger who says, why hi, with a how you going, buddy, when you walked on by, I thought I'd say hello. They say, haven't I seen your face before? Weren't you the boy that used to live next door? Weren't you on television every night? Haven't I seen you? That's all I've been. Take a look at me, I'm yesterday's hero. And yesterday's hero. It's all that I'm gonna be if I don't get together. Make a new start and be somebody better. All that I'll be if I don't get together now. When you walk down the street. Thank you. Hoekom los jy nie maar die werker en jy sal toch nie vanavond veel uitgerig kry. Kan jy nie net die kindersvrou nie musiek op die sak vir gesit? Dis nou vraag. Ek het Helene specifiek gesê hulle behoort nie te daas nie, maar ek kon net sowel met myself gepraat. Een mens is net een keer in jou lewe 20, Charles. Los hulle nou maar. Ja, voor sy 20 is geen rede om selfsugtig te wees nie. Sy weet Dreyer kan nie met sy been daans nie, maar dit pla haar nie. Dis hulle twee se saak as ek nie. Ons gaan toch nie haar verjaarsdag vra bederf. Toch die vrouw mij nooit. Ek is maar een starige. So jy kom ook van Pretoria? College, Pretoria. En jy sleep? En ek sleep. Betekent dit nou jy is 11 pounds? Maar nog meer? Ek sien. En as ek in hand niks te doen het nie en Dreyer is nie nabij nie? En ek bel jou en jy het niks te doen nie. Probeer jy my dat? Sê my nog meer die plan. Ken julle ons, meer bek is binnen goed. Sies man, praat hem lelijk. Jy lijkt dus een hoender wat tampa zit. How to win friends and influence people. Wie is die Frans vent wat jy aangebring? Man, een ou bring een baby aan, nie a pelly. Enie, hoekom vraag my selfie? Ek sien Heine Leentje strijk dit sommer steam. Net nou vat haar nog weg op. Ek kan maar probeer as hy dink hy is mooi genoeg. Wil jy ek moet hom sê? Want jou grap is nie klaar. Jy weet ek kan nie dansen. Jy kan as jy wil, Dreyer. Daar is mense met kunstbene wat dansen. Met jou is dit alles hier. Kom sê nie liever jy wil nie dansen. Okay, kom ons los dit. Dan is ons weer aan mekaar wat niks. Is net, dans is nie my idee van een lekker partijkie nie, is al. Ja, wat is jou idee van een lekker partijkie? Om jylle aan te nie hoek te sit en drink. Ons kon gaan fliek het. Dreyer, dit is my verjaardag. My ma het besluit om van die partijkie te geen. Toevallig sy lief in my, ons het gedink sy goeie deen, Jeffy soek. Ja, te bring jy soms sy weesies vriendje ook saam, nee, hy is sy. Dreyer, dit is ons, hy is hierin ons kanooi wie ons wil. Buitendien is die sy skuld dat hy die weesies uitkom nie. Ja, seker. Dus net ek het een pes aan weesies wat die heel dag loop en sympathie soek. En ek het een pes aan mense wat een gebrek gebruik vir sympathie. Dit was een gemeene ding om te sê. Ek is jammer, Dreyer. Ek het nie so bedoel nie. Ek is ook jammer. Ek is jaloers, ek kan het help. Ek is gaan toe. En toe? Geniet jy die paard? Excuse, ek sit langs jy meisie.
Je kan me zitten als het je genot van Scavi zei, kom te klaar. Zij behoort ons niet aan mij, niet? Kom, Dreyer. Zij groet ons bij die weeshuis, hoor. Luister! Misselijk ons slaan niet graag aan slapap niet. Maar als jij ons zoekt, zal je ons krijgen, oké? Zo loop nou, liever. Ik praat niet met jou niet kijken, ik praat met Lijs gaat daar. Wat zie je dan? Ik ben bang voor dat moeilijkheid komen. Nou, ik is niet bang voor moeilijkheid, die. Hoor je? Ik weet het nou bij je, Dreyer. Voor ik je hier uitsmijt. Als jij je zo'n vak wil gedragen, ga doen bij je eis, wat allemaal aan jou gewoond is. Doe wij nu, voor ik mij vererf. Oké, ik waai. Nee, voor ogen prijzen we niet, dat is maar zeker. Ik kan blijven in zijn lief nog. Als een Frans om gisteren aan verergerd, dan was het Dreyer nou op een slijp in een mootjeri. Kijk, die atmosfeer is volgens ons zo dikt en jou mens kan stik daarvan. Soos jy nog iets verred, Dreyer, waai. Oké, is jylle lot vir jylle nou harig getrek en dit net omdat ek op my rechte gestaan. Maar wat my betref, het jy geen rechte nie. Oké. Dit is gewoon stil om die link. Dat is lekker vind. Skies, Frans. En dan zie die hem ding nog kroppel op. Chappie. Hey, luister, boetie. Kijk jij bij je linkie. Ik heb een paar draaikjes om te lopen. Ik krijg je zo 10 uur en sneeuw terug. Boetie wordt een mooi groot, hè? Hey, luister. Maar boetie is al zo groot. Hij is achtergekomen als ze verschil tussen die zoonkies en die dochterkies. Cheers. Kom eens gaan in en dan gaan bijna zich goed en drink ons iets. Het zal lekker wees, dank u. Alles wat ik gisteravond gezegd heb, ik bedoel je dit. En bij Nien lijkt dingen tussen jou en Dreyer niet te lekker. Wij zullen wel morgen of oormorgen weer bij mijn ankel. Krijg ik weer jammer. En dan maak je weer op. Ik en Dreyer was samen school van het en ge keis van staan het achter. Nee, ga. Zou jij vanaf een half ernstig worden? Ik vind het allemaal hier om uit te vinden, zee hem af en kijk of je om is. Om af te zee? Je maakt een grapje. Ik heb zeker al 15 keer afgezien. Je weet je, Linkie, ik denk dat het tijd dat jij roekeloos gaat. Wat van flikboens te gaan? Hey, lijkt me eens rechtig ernstig, hè? Ja, ik heb je moest gezegd. Dank je. Ik zal aan moet denken. Hey, wat is aan moet te denken? Je zei ja en ik vat je. Of je zei nee en je is ontslaafd van mij. Is dit een belofte? Nee. Dat is het dreigement. En zei ik zei ja? Dan vat ik je flik toe. Oké. Maar op één voorwaarde. We gaan flik toe als ik om huis toe zei. Dank je, tot ziens. En dat is het einde daarvan. Hoe kom? Voor Dreyer, dus hoe kom. Lijkt nog aan je het gezegd. Hey, ik ga niet mij en Dreyer's gekeis met jou op enig moment anders bespreken. Oké? Oké. Maar ik ben net waarschijnlijk. Ik zou aanhouden. Nou. Soos ik zie of glad niet? Chickie. Misschien. Chappies, ga niet meer komen, jongen. Kom, ik je weg van. Kom, ga. Is het diamant hier in Waaidank? Ik hoop je komen in die moeilijkheid, jongen. Jong. Zie je voor ze gaan? Frans. Wat hier? Weet je of het die rechte ding is niet? Ik ga niet uitchecken, ik ga niet. Oké, kom eens af. Ga af dan. Bye bye, Elie.
Kom maar aan genaam. 714-90-926. Weerman Frans Moema. Waar is jou uit die boek? Kom zo. Het mij gevangen. Escort op beschuldigde. Ah, dat? Wat? Pas! Niks! Die aanklachters is dat genoemde beschuldigde wederrechtelijk en onwettiglijk afwezig was zonder verlof voor die tijdperk 14 juli tot 16 juli. En dat genoemde beschuldigde onschuldig gemaakt heeft aan gedrag tot nadeel van militaire discipline. Wat pleit je op je eerste aanklag? Schuldig. En op je tweede aanklag? Schuldig. Ik vind je schuldig op beide aanklachten. Heb je nog iets te verzachten te zeggen voor ik je vonnis? Nee, kapitein. Geen vorige veroordeling, kapitein. Ik vonnis jou tot 7 dagen. Detentie opgeskort voor 3 maanden. Alle naweekpas voor de volgende 4 weken wordt gecanceleerd. Was jij die beschuldigde? Goed, kapitein. Beschuldigde in de escort, ontkip! Wat, baas? 7 dagen, GB. En het niet door een oud lief is voor zijn familie. Maar kapitein, ik zo zie vanochtend. Ik kan er zin van hem maken. Zeker weer die bed uit geschokt gestrand. Die man heeft in die draad hou nie, dis verseker. As jy hierdie naweek wegstip, hier wat hulle met jou gaan maken, hulle gaan jou nog hier weggie. En dan moet jy die vorige 7 dae ook sit. Nee, op jou, geen meisie is dik, Bertie. Ek het hulle duik gemis, en hierdie gaan ek nie mis met jou. Ja, maat, die leentjie so dik gekuis, jy het jou miliese kans aan een hoender op nie. En nee, jy is ook een ander pel, jy. Is jy nou genuine, Maura? Ja, genuine. En wanneer het alles gebeur? Ik heb niet maar de eerste keer in haar ogen gekeken. Ja. Hey, luister. Ik zeg je wat. Kom even hier dan, hè? Sommer chop. Nee, chef, als je zegt, oh, ding wil hij. Dan vat je. Oh, ja, meneer. Er is maar over cadeaus met jou, jong. Money!
kant van die ding nie, man! Kom voorwerp! Nog, nog! Hey! Ek is jammer, dat het ons wel vanavond opgaan. Het jy vandag gepas? Nee, maar ek wil jou net sien. Wat kans, hè? Vir jou vat ek enige kans. Jy moet gesê, ek is aanhoudende. Vind jy so kan ander dat ek my hare droog maak het? Ek sal probeer. Toe de Villiers, jy die week geniet. Ja, lekker dankie, kopperal. En sal ons weer eiwa? Hier sommer nie, kopperal. Waar is Moelman? Moelman, hy sit op die pompie, kopperal. Mm. Hy sit die hele damn dag op die pompie, kopperal. Hy is so siek soos 'n hond, ek zweer. Misschien is het omdat
wanneer iemand alles het en so baie het om te verloor. Sien, iets gebeur tussen ons, Frans. Wat kan met ons gebeur, Helene? Ek is bang vir ons twee. Mama! Ik wil met mama praten, Helene. Ze zijn je omgeving gaan als ik dit maar stel. Jij voor Frans verzeker niet voor mij, zie. Maak ze zee, Helene. Ik is nu daar. Dat is mijn meisje daar, mama. Ik wil je niet weer naar bij maar ja, als het geen moeilijkheid gaat tot je op het toneel verschijnt, dan zeg ik veel blijheid met partij. Man, zij kan besluiten. Oké, jy van die lijst nie. Weet wat gaan ik nou maak, mama? Ik ga een MP's bel. Hulle gaan je opsluiten als ik jou vertel, want jy het nie een naweek was. Ek weet wat met jou en Chappies laatst week gebeur het. En jy denk, as ek nou waai, dan is Helene skielik weer lief vir jou. Jy denk maar min vanaf. Ek gaan nou bel, mama. Ek skat het gee jou so 'n kwartier tyd om haar tot ziens te sê tot Leo kom op. Van die kerk af, monsieur. Weg op je lukkers, wat? Hoe dan? Mas! Hik, ja, hik, ja, hik, ja, slij! Hik, ja, hik, ja, hik, ja, slij! Hik, ja, hik, ja, hik, ja, slij! Aandacht! Moorman, als het lacht in jou, eeuw. Maar hij was die hele naweek hier, kopperal. Hij heeft nooit zijn voeten hier uitgezet. Wel, daar is een klacht gelegd. Ken jij een draaier? Ja, Susan, dat is ook wat bij mijn meisje aanleg. Hij was bij kerkpraat ook, Susan. Ik denk die draaier lieg. En ons gaan onderzoeken stel. Heb jij pas gehad die naweek? Nee, Susan. Jy het geluk, Moorman. Dis nou een ding van jou. Jy het geluk. Wat 'n alibi. 'N Desyn getuigs. Ik heb met mijn ma gepraat. Ze is nogal bekommerd lijkt het voor mij. Ik ga echt vanmorgen op de dag. Ik is blij dat je gekomen bent. Ik ben vanochtend weer weggelopen, maar het chapje is het amper stuipen gekregen. Ja, dank je. Het lijkt amper zoals een zombie neus mee, man. Yes. Wanneer kun je weer uitkomen? Ja, wordt twee weken. Ik zie echt van hem het waai. Nou schrijf hem mij op. Ik is familie, man. Hij is zomaar net een common roof. Wat denk je zo? Ik is de koning van die lachmacht. Oeps. Tada, jelle. Zo. Ik zijn nou zomaar lekker gegries en gesprei voor 40 dagen en 40 nachten, mijn kind.
Mijn malen gaan wonder waar ik is. Hulle weet ek het jou kom al. Hulle weet ons moet praat. Het jy klaar besluit? Ek dink so. Als jy klaar besluit, dan is daar seker niks wat ek daaraan kan doen. Jy kan gerus 'n bietjie nadink of die hele besigheid nie maar net 'n skielike verliefdheid is nie. Wag man, laat ons net klaar praat. Jy is 'n impulsieve mens en jy weet dat. Jy raak soms emosioneel oor 'n ding en dan môre oor môre lag jy daaroor. Weet jy, maar hierdie keer is dit iets. Wat is daar tussen jou en hom? Sê my. As hierdie eerste verliefdheid oor is, waaroor gaan julle praat? Jy en ek ken mekaar te lank dat alles tussen ons sommer so in 'n week of twee tot niet kan gaan. Ons was nog altyd baie eerlik teenoor mekaar. Kan jy in alle opregtheid sê dat dat jy geen niks gevoel meer vir my het. Ek weet nie. Kom ons praat dan maar wat toe. Vandaag heb ik gedacht dat ik in de reis mag gaan trimmen. Volgende dag is alles niet voorbij. Twijfel je wat Frans moet? Ja, als mama kan het weer. Als ik een Frans bij elkaar is, dan is het zo lekker, mams. Als hij weg is, dan met een dinex jammer verdrijven. Dan kan ik niet helpen. Ek wil jou graag te hê. Wees eerlik met hulle albei, met Frans en met Dreyer. En sê vir Frans, hy moet vir jou nog 'n kans gee. Nou, dis 'n oulike familie wat dit is. Skryf vir elke en hier jy van 'n herrie. Maar voor arme oude chappies, niks. Nee, wat? Wat chappies? Ek kan ons maar kaspeer, wie is hy dan ook zo danig? Hier is haar boksie verskyk op niks. Ja. Lieve Frans, ek dreig al lang om die brief te skryf, maar elke slag as ek begin begewe my moed my. Ek sou enig iets gee om jou nie seer te maak, maar ek twyfel, Frans. Oor jou en my. Dis nie dat ek alles tussen my en jou tot niet wil maak nie. Dis nie dat ons mekaar miskien vir 'n ruk lank nie moet sien. Miskien sal dit my help om sekerheid te kry. Wat nou? Huh? Hey, ek is jou pel, man. Sê my, wat is verkeerd? Draai dit of weer by jou sister, dis wat verkeerd is. Nou, oké, ek sê jou wat. Jy gaan, Chappies, kyk, ek luister nie meer na jou nie, nie na jou sister nie, nie na jou hele familie nie. Maar so, wat gaan jy maak? Wat ek gaan maak is my besigheid. Kom ons bellen by die college of 'n boodskap stuur of iets. Ek weet wat ek wil doen, ek het jou hulp nie nodig. Hey, is nie nodig om aan my rug af te wees nie. Ek het niks gemaak nie. Chappies, jy bly van my rug af, oké? Okay. Jy bly van my rug af.
is erger dan Amie, zo staat. Nou kan ik eerst zijn kost in vrede eten, van de hoop op het moment komt niet. Dus jij weet wat gebeurt? Nee, ik weet niet. Waar gebeurt? Waar is Moelman? Moelman? Ik heb gehoord uit moeilijkheid bij die huis. Ik zal niet verbaasd wees, hij is bij zijn broer hulle nie. En waar is die broer? Elsa, nou vraag je mij. Joey is ergens. Hij is een drukker of een ding. Ik hoop je ligt voor mij niet, de Villiers. Wat je maar gezegd mag misschien waar wees je. Ik heb niet mijn leven tijd in mij gekregen. Ik weet wat ik wil doen en ik zal het doen. En als ik bij jou moet wachten, we wachten 10 jaar. Ik weet het voor jou. Je hoeft jezelf verschoning te maken. Ik heb nog nooit verschoning gemaakt van wat ik is en waar ik vandaan kom. Ik weet niet. Ik is 22 en jij is 20. Ons heeft tijd geleden. Ons heeft tijd. Ik weet het. Je bent mij net geloofd, ik heb gezegd. Niks af aan wat ik veel voor. En is je kwaad dat ik getwijfeld? Alles is zo schielig gebeurd. Dat was daar dat ik niet geweten had waar ik met mezelf of met jou sta. Want hij heeft me die ander keer gegeven. Bij verjaardag heeft hij gezien dat het onze tweede dag is. 14 juli was nog altijd voor mij de dag van geschenken. Nog altijd winter ook. Ik smal er die winter. En die hangertje die jij van het kom dragen. Ze is een gelukbringer. Een schermengel bijna. Jij is bijgeloof. Ik is Frans. Voor zeker goed dus. Voor geluk is ik altijd bijgeloof. Jij was mee. Als je komt, maat, vaak mijn woord. Ik zie eerst in mijn hele dag. Hij wil wegloop, boetje, cybergrafnas. Meneer Moerman, zeg mij, je weet niet of hij nooit op iets over zit. Daar had je nog opgebeld, was je pad naar haar toe. Zijn ik zou het verse van handen. Luister, ik heb een bijwerk nou afgaan. Ik wist naar de missus aan mij, joh. Hij is niet die gewelddadige type, nee. Kaptein is die derde keer in een rij dat hij wordt. Vooral Wester zei, daar is geen bewijs voor Laas weet niet. Maar ik ken de weg droogster, als ik het zien. Het is een dom ding om te doen. De Moerman is niet dom. Ik denk dat is ergens een fout. Ik strijd niet, kaptein. Maar als nog dan ze oortreden. Als een man brengt wil ik hem zien. U heeft dat niet mijn straffe kerel aanhouden toen hij ergens een risico verlost. Het is allemaal opgespoord. Nog niet, kapitein. Maar dat ze meisjes zijn adres bij haar broer gekregen. Draai de Villiers in die handen, krijg vermoor ek op. Thank you.
die wacht gaan, jy bly volle dag en nacht weg. En jy kom jy ewe kalm aanmeld, dit terwyl hy opgeskorte vonnis oor jou kop hang. Besef jy die ergens van die saak? Ja, kaptein. Nee, ek doen nie so nie. Gamajoor, wie is die welse officier hier? Luitenant Reineke, kaptein. Kan jy af ons kruis opleef? Goed, kaptein. Oorman, ek dink daar is kort iets met jou privaatsake. Is dit so? Oorman, ons wil jou graag help. Ek kan nie sien dat een van my manne uit die moeilikheid kom nie. Ek kan jou help. Ja, kaptein. Luitenant, kyk of jy die man aan die plaat kan kry. Anders moet ek om die tensie te stuur. Sit nou, man. Kyk, jy hoef nie met my te praat as jy nie wil nie. Maar die weermag is nie onsympathiek nie, al dink jy so. Ons weet dat jy nie hierdie dinge sou gedoen het sonder 'n baie goeie rede nie. Het jy dalk 'n baie ernstige dryfveer gehad? Net dan met alle respek gesê, my besigheid is my besigheid. Miskien is dit vir jou vreemd omdat ek hier is. Miskien wil jy eers 'n bietjie nadink. Nee, dankie, luitenant. Goed, ek waardeer jou standpunt. Is jou waarschijnlijk een sap waar jy nie graag wil praat nie. Maar jy moet onthou, ons is jou vriende, nie jou vijanden nie. As jy dalk later voel jy om my gesels, dan kan jy nie vir my vraag, waar is jy ook in die tentie? Gaan jy daar benadink? Goed, Lita. Daar was nie dalk iemand anders wat jy wou sien nie, kapelaan miskien? Nee, dankie, luitenant. Dis jy met jou stupid brief wat alles veroorsaak. Hy is vir 7 weke raak binne ook al en dis nie pudding nie, dit verloof ek jou. Nou wat wil jy met ek sê, ek is jammer. Ok, ek is jammer, sal het help? Nee, dit gaan nie help. Nee, kom ons verduidelik het. Wat verduidelik het? Dat hy een meisie wil sien. Elke ou in die kamp wil graag sy meisie gaan sien. Maar as allemaal eeuwel was die lucht mag dan. En daar is nog iets. As pa en ma even van die ding gaan hulle jou frek maak. Pa en ma weet van Frans. O ja? Weet hulle ook dat hy in jou woonstel geslaag het? As ek om my volgende moer in die handen gekryg, het ek sy nek gebreek. Dis nie net sy skuld nie. So wat sê ek nou van ma hulle? Ach, Jabs, dit het een keer gebeur. Ek gee my woord het sonder weer gebeur. Met ander woorde, jy en Francis uit? Nee. Wat is het met julle twee? Ek het altyd gedink, jy is die koelkop. Ek is lief vir Frans, Jabs. Elsis, wie julle wat julle doen? Ek hoop so. Sal het help as ek sê, ek dank julle simpel. Oké. Kan hy besoekers kry? Ja, ek skat so. Ek sal moet uitvind. Maar luister, daar is nog iets. Ons gaan grens toe oor 2 maande. Jy en Frans gaan nie veel van mekaar sien voor ons gaan nie. Ja, ek wil
kans mooi van sinds. Als we net je oomlikje wachten, vind ik jij. Je hebt hem die hangertje verloren, het is geen reden waarom iets verkeerd moet lopen, Eileen. Alles loopt verkeerd. Jou en mijn omstandigheden. Het is tijdelijk. Zolang ik en jij niet veranderen. Ik is moedeloos, Frans. Ik kan niet werken, ik kan niet concentreren. Ik zit zo nog aan de top van je hart. Als je spijt dit met me. Is iets verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Is je zeker? Natuurlijk is ik zeker. Hallo meneer. Hallo. Meneer Rubnamer, mijn dochter. Mag al een keer eens. Ik wil Charles X wil dat ik die woonlijk zich verkleend waar. Nummer gaf. En wat maak je hier, mijn schat? Papa, oomlijk tijd. Natuurlijk heb ik tijd. Wat kan ik voor je doen? Kom papa praten. Nou, maar goed, kom eens een drankje een beetje thee of zoiets. Als papa niet omgeen heeft, kom eens liever naar papa's kantoor te gaan. Nou, maar goed. Dan gaan we maar naar mijn kantoor toe. Kan ik voor jou een beetje thee bestellen? Nee, dank je, papa. Nou, maar goed, kom eens hoor, wat is jouw probleem? Ik verwacht, papa. Hoe zijn ze hier? Je hebt nog niet. Wie weet allemaal? Niet ik. Papa. Ik kan het niet geloven. De eerste keer. De heel eerste keer in mijn leven weet ik. Je bent er weer zonder mij te komen, niet waar? Meneer, nee. Nee, ik ga jou niet verwijten. Wat mag ik nou? Ik weet niet, mijn kant. Je bent naar mij toe gekomen omdat je raad nodig hebt. Op die ogenblik heb ik geen raad. Ik zou moeten horen danken. Heb je al geëerd? Ja.
wil jy nie met mama daaroor gaan praat? Ek weet nie. Ek het gedink papa sal beter verstaan. Goed, ek gaan eerlik wees met jou. Ek mag dat later anders besluit. Maar vir die oomblik dink ek jy en Frans met van alles vergeet. Vergeet? Hy kan nie met jou trou. Op die oomblik is dit prakties onmoontlik vir al twee van julle. En buitendien, die helfte van alle egskeidingssake wat by my uitkom, begin soos die ding van jou. Julle dink trou is 'n kitsoplossing. Dis nie my kind. Papa, asseblief. Ek gaan nie vir Frans los nie, vergeet daarvan. Op die oomblik is dit nie die tyd om daaroor te praat nie. Al twee van ons is te omgekram. Kom ons slaap nou. Gaan Pretoria toe. Moet nie in die lewe ons te gaan sit en dink nie. Hoe lang weet jy dit al? 2 weke. Sal nie kalm nie. Jy kom vir die af van my dochter vervang en dit kan nie. Wat dink jy? Sweetie, asseblief. Ek dink dat soos kan oor ons huis. Bekom ek het haar gepraat. Ek het vir haar gesê, los die man uit. Marina, dat weet ons altyd beter. Betty, asseblief my nie dinge sê waar oor jy later spyt sal wees. Spyt wees? Ek spyt wees. Dit is ek wat myself goedkoop gemaak het. Betty, kom ons gaan sit en dan praat ons die ding uit soos groot mense. Julle familie, die julle buurt, allemaal wag net dat so iets met ons moet gebeur. Betty, die buurt en die familie is nie nou ter sprake nie. Wat nou ter sprake is, is ons dogter. Oor my dooie liggaam sal sy met daai man trou. Mommy, luister asseblief. Bly jy stil. Ek het my lewe lank na jou en jou pa geluister en nou te klaar geluister. Nou maak jy wat ek vir jou sê. Pop, gaan stap jy liewer eentjie. Mama en ek moet klaar praat. Die kind verwag, Betty. Geen verwyte of hysterie gaan enigiets aan die saak verander nie. Dis 'n feit. Al wat ons nou moet doen is om haar te help. Ek is moeg om na jou bredeneringe te luister asof ek een van jou bewonderaars is. Hierdie ding is jou skuld. Wie het vir haar die woonstel gekry? Jy het. Goed, ek het vir haar die woonstel gekry. Maar toe sou Elma nog by haar gaan bly. Ek kan nie alles voorsien nie. Hoeveel keer het ek nie gewaarskied in hierdie ding nie? Hoeveel keer het ek nie? Dis verby, Betty. Jy gaan niks aan die feite verander nie. Al wat jou verwyte gaan doen is om nog meer ongeluk te veroorsaak. Ek wil daardie baba nie in my huis hê nie en dis finaal. Kan ons asseblief nie verantwoordelik wees nie. Sy sal nie met haar die man trou nie. En sy sal nie haar lewe weggooi op 'n onegte kind. Verstaan jy my, Charles? Ja. Ons gaan vir jou help, my skat. Maar oor een ding voel ek en mama baie sterk. Ons sal reël dat die baba aangeneem word. Dit is die enigste verstandige uitweg. Niemand hoef te weet nie. Jy kan Kaap toe gaan daarvoor en as jy terugkom, dan sit jy net jou normale lewe voort. Weg jy? Is so? Dis Franse kind ook. Vergeet van hom. As hy weet van die kind, sal sy plig besef om met jou te trou, nie sy liefde nie. Hy moet nooit weet daarvan nie. Dit sal hom nooit kan vergeet nie. Ach, as mens jank is, dan lyk alles onmoontlik. Julle laat het soos 'n sonde klink om jonk te wees. As mens jonk is, beteken dit nie. Jy kan nie lief hê nie. Thank you.
Moere Kobral. Ach, ik bedoel, Mara Kobral. Ach, nee, excuse. Nacht, Kobral. Wat zoek je hier tijd van die nacht aan een asplak? Dus, Kos, Kobral. Die zoek Kos? Ja, het is hier. Het is hier honger, Kobral. Ik denk ik het ervoor. En nou zoek je Kos? Ja, excuse, Kobral. Mag je in je barak om anders rapporteer ik je. Dank je, Kobral. Wat die raad, meneer? Het is zomer niet met donderwalkies, Kobral. Nee, doe maar, goed, die is oké. Ben je gekregen ook? Aha. Ik kan maar zeggen, ik is dik aan die putten. Kom, ik koop je het op. Wel lekker weer, dank je. Maar Frans, kom vrijdag uit. Weet. Zo al vanaf bekommerd worden. Heb je hem gezien? Briefje gekregen. Je hebt hem de laatste twee zondag niet gaan zien. Nie. Ach, ik was bezig. Dit zijn werkstukken. Ik was zomaar niet bezig. Kijk, Meerkat. Frans is mijn goede pijl, maar als je skielik afgekoeld is, dus oké met mij. Het is jullie twee kiezen haarkies. Het is niet dit, nee. Ik praat er iets anders toe. Nee, vrouw niet, wat zei Frans in die brief? Wat zei? Je kan voor pa en ma liggen, misschien voor Frans ook. Maar ik heb jou geleerd liggen. Je bluft mij niet. Nou goed. Ik sklaam met Frans, dus wat verkeerd is. Ik sklaam met hem in het eind van die story. Waar heb je wat gemaakt? Niks, niks, is mijn bezigheid. Zo. Die een dag kijk je mij in de oor en je zegt voor Frans lief en dan gaat niks tussen jullie, kom je in alle jazz. En de volgende dag is je klaar met hem en je is terug bij Dreyer. Ja. Niet te hard zoals die Grand Hotel. Hé,
ik denk dat het Jam Grunt van hem verdoemt. Hij leeft al 7 weken van hier in Naviken en je gaat hem afzetten. Ja, man. Maar wat wil jij met ik doen? Liefjes wees een kroon maken of niks verkeerd is. Maar jij vat die koek, ik zweer. En dat het werk voor ons grens toe gaan. Ja, hier is zo grijn, je maakt me ziek. Maar ik heb niet zo dier. Hoe meer doe je lichaam gaan niet met een praatje naar je. Daarvoor zal ik zorgen. Zo maak je niet zo loskrijg. Bel verdrijf. Flip me elke soort in je dorp en los aan Frans uit. Heb jij niet ook nog eens een leven nodig hier? Zeer maakt als jij. Misschien zal ik je later vertellen. Maar op die oomlijk. Ik ben sorry, zuster. Ik heb niet bedoeld om een keer te klimmen. Wat heb je? Maar Frans, is je alright? Ja, ik is alright. Goed. Is je ontwikkeling. Ik weet als iets fout en ik probeer het wat. En ik weet niet wat verkeerd is. Maar ik heb het idee. Je hebt bij haar geslapen, oké? En het is net dat je weet dat haar begint klaar is al. Het zei zo gezegd. Je zei niet zo gezegd niet. Maar ik is hier toe niet. Maar ze gaan je afzien als je daar komt en ik voel veren voor jou. Je hebt een misbruik gemaakt van haar. Je weet precies wat je doet. Maar je niet van gezegd wat ik... Ik heb niks gezegd, niet, man. Ik is niet op woorden niet. Ze haar zelf. En als je niet kan krijgen op boet, dan zit bij Dreyer. Hallo! Ons het toe reëlings vir jou getref vir die Christelike Maatskaplike Raad. Hulle reël alles. Jou huisvesting tot die tyd kom. Die bevalling en die aanneming daarna. Hoe lang voor die tyd moet ek gaan? Ek sou sê, jy moet so lank as moontlik jou lewe normaal voortsit. As ek net met Frans kan praat.
wil nie die kind heen. Ongelukkig het jy geen ander keuse nie. Moeilijkheid in je rol nodig. Wat verkeerd? Ken jij de dokter wat? Sê, ek sal jou help, ja, maar nie vir Moelman. Laat jou nie moeilikheid gekry, laat hy nou toesien. Ek is jammer. Ek het nie weggehad, ons het jou nie te vervang. Ek is ook jammer. Het is net te skielik. Hoe kom jy dit gedoen? Helene, ons gaan al uit van Jens daar 9 is. Dit is al amper 4 jaar. Ek het gedink as ek klaar is, ek gaan ons trou, jy en ek. Hoe kom jy dit gedoen? Wat is met jou vir Frans praat? Hy het nog nooit niks vir jou gevoel nie, en jy het nie eens agtergekom. Nou dat jy in die moeilikheid is, nou gooi jy jou weg soos 'n stikkende speelding. Jy het niks te doen met waar my dogter is nie, verstaan? Jy bly weg van haar af. Sy het jou nie in haar lewe nodig. Mevrou, asseblief. Ek verstaan nie. Ek dink jy verstaan heeltemal goed, meneer Moorman. Ons weet wat jy met ons dogter gedoen het en ek waarsku jou. As jy moeilikheid soek, sal jy moeilikheid kry. Dit is die DNC, is een gewone operatie. Je behoort oor 2 dagen weer uit te wees. Is jy bang? Jy behoort geen probleme te heen, he. Dit is een gewone kliniek en Smit is een goeie specialist. Die operatie is een routine ding onder steriele omstandighede. En as jy gevang word? Dan is geen rede hoekom jy in die moeilikheid sal wees as jy stil bly. Ek is jammer ek beland jou in so iets dreig. Helene, ek sê hoe vat soos jy is. Ons kan trou en jy kan die kind hê en ons kan hom groot maak soos ons eie. Nee. Vertrou jy my nie? Ek sê vir die res van my lewe nie weer nie oog kan kyk met jou. Is dit al wat plaat? Nou wat plaat dan nog? Dat ek vir Frans lief het. Ek weet nie hoe kom ek jou nog help nie. Eindelijk boot ek jou te los, laat Moman self sien en kom klaar. Ek het doen nie. As het nie vir die leen was nie. Oké, jy het jou punt gemaakt. Man, het my ma het aan jou weet nie, maak sy vir die leen vrek. My sê, as het buiten dien ook zere. Ek het jou by ons huis aangebring. Dit jy pies, morgen is die laatste wat ek al kan sien. Alright.
Maar je krijgt haar niet naar bij ons, zei ze, oké? Okay? En als hij niet wil gaan, dan zijn we maar net sorry voor jou. Nee, hey, Jeffries, man. Thank you. Thanks for niks, pal. Hallo, Elia. Hallo, Frans. Wat is gebeurd? Niks. Niks gebeurd niet. Chappie is verschillend cool met mij en jij ontwijkt mij. En je maar maken of ik een misdadiger is. Ik en jij is niet vreemdelingen van elkaar. Ik hoor jullie dat hij morgen grenst. Geen. Ons is niet kennis. Let me keer. Ik heb tijd gehad om te danken, Frans. Alles het is schielijk gebeurd. Ons het enig doen wat ons niet moest doen. Alles het zomaar te ver gegaan. Ik kan het niet geloven. Nie. En in detentie. Ik heb net geleefd voor die naam. Ik heb elke oomblik wat tussen ons was proberen onthou. Nee, Frans, alsjeblieft. Ik heb achtergekomen ons twee. Ons kind elkaar net een paar dagen. Maar dat is voor mijn gevoel dat ik jou mijn hele leven lang geken heb. En nou dit. Ik kan het niet geloven. Het is de waarheid, Frans. Elientje, al heet je me niet meer lief. Vertel me net wat gebeurd is. Hoe heb je Mala uitgevonden? Ik kan het vertellen. Kon je dit met andere mensen bespreken? Elientje, hoe kon je gevoel zomaar niet zo doodgaan? Is het draaier? Ik en draaier gaan trouwen, Frans. Ons was 4 jaar gekeis wie jy. Dit wat tussen ons was, dis om elkaar verliefd, beteken eindelijk niks. Het is voorbij. Ik val je helemaal voorbij. Je laat er niks meer aan. Dus je bent. Ik ben terug aan het Frans. Ik is klaar. Tot ziens, Frans. Helene. Frans, jy sal op Grootfontein is. Wat is dit? Beloof my, jy sal ek omgeef voor jy op Grootfontein is. Beloof? Wat so'n groot drama is dit nou weer? Beloof, ek sal blief. Ja, loukin, as jy so sterk, daar hou vroeg. Wat maak er aan my of dit nou krijg op Christmas?
pad, hè? Ja, kapitein. Een stukje was, hè? Dank je, kapitein. Ik wil niet met jou de paard bezig met inmengen, hoor, man. Maar je hebt persoonlijke problemen te oplossen. Ik schat zo, kapitein. Het is jammer dat je destijds met me praat, niet. Dus kon die detentie daar voor mij geweest. Als je weer problemen ondervindt, dan komt uit die weer maar een paar mensen om bereid te zijn om te helpen. Dank je, kapitein. Dag, kapitein. Ik zie net die reling het klaar getref en het niet makkelijk gegaan. Als je nou kanseleer als het finaal verstand, dit goed. Dan kom je niet morgen weer terug naar mij toe. Leer toch net verstand, asjeblief. Ik verstaan niet. Jij hebt gezegd je het finaal besluit. Wat denk je, is ek een gek? Lief mij kwaad voor die draai, asjeblief. Dat is mij, wat is je probleem dan, skielik? Het is een zonde wat ik wil doen, draai. Maar nou kan je zonde zo wat. Weer een klein zonnetje op die in een hele leeftijd met een buitenechtelijke kind op je geweten. Oké, goed, wat moet ik doen? Leer eens je bed bespreken. Hij doet je vijf hier vandaag. Ik zie je, kom maar. Nee. Nee, dank je. Ik zal mezelf daar Ik heb wel. Dat helpt niet. Ik vind het maar net een meisje, man. Oké, wel. Ik heb een linkje beloofd. Maar dat is niet zeker samen met jouw groep in Denny met Reini. Dat je die brief krijgt, alles voorbij. En ik bid dat je me eendag zal vergeven voor wat ik gedoen heb. Ik heb jou lief, Frans. En ik zit ooit voor allerlei, al heb ik wat gezien. Wanneer je die brief leest, is je op Grootfontein. Ik heb dinsdagmiddag een abortie gehad. Och, Heere, mij vergeven. Ik kon nu niet ook kijken, zeker gaan ons kind vermoorden. Als ik nu weer van je hoor, niet zal ik verstaan. Maar ik zal het tijdje zo met jou nooit vergeten. Mijn hart zal ik altijd aan jou blijven, Frans. Ik is zo vreselijk jammer dat dit pas gebeurt. Liefde, Lilian. Hij mag je niet nou maar! Frans, alsjeblieft, man! Kom! Nou in. Ik was een weeskind, man. Ik laat het niet met mij kunnen doen, hè. Hoe kom
het jy my nie gesê van die besigheid nie? Hoe moes ek miskien weet? Wel, wat gaan het hier maak jou, Jakob? Ons vermoed was albei Pretoria toe. Weerman Frans Moelman, ligte hare 15 duim lang. En Weerman Sjelde Willeers, eilhare, op 15 duim lang. Ja, ja, alles albei in uniform. Willeers, ek het ingekom vir dokter Smit. As julle hulle nie daar kry nie, gaan na die SAP toe en rapporteer dan. Ver ons weet dat hy agter Moelman aangaan, kan hy aan geen ander familie dink waarheen hy sien kon gaan het nie. Miskien
Misschien aan mijn dochter in Pretoria, maar... Nee, ik het vergeet zijn skap toe. Nee, meneer, ik weet recht aan. Is hij doodzeker? Ja, meneer. Als Frans Moelman naar Jelena toe is, hij daar vandaag groot moeilijkheid, dit zeg. Ik heb in de laatste tijd zo baie dingen verkeerd gedaan. Met jou en met die luchtmacht. Maar ik denk dat was nooit een erg ander uitweg voor ons geweest. Misschien weet je dat. Ik wil het voor je zeggen. Ik wil niet meer trouw met je baba niet. Ik wil meer trouw omdat ik jou lief heb. En ik wil je met het weer. En dat hij allemaal hier tegenwoordig als getuige zal roepen dat hij haar neemt als uw wettige vrouw. Ja. Helene de Villiers, verklaar u dat zover u weet dat rechtens geen beletsel is niet tegen uw voorgenomen huwelijk met Frans Gerard Moelman hier tegenwoordig. En dat hij allemaal hier tegenwoordig als getuige roept dat hij haar neemt als uw wettige man. Getrouwd, pa. Ja, ik weet een huwelijk is nietig. Helene, je komt samen tot huis toe. Nee, papa. Oh. Ik ben bij Frans. Net voor jou inlichting. Die politie zoekt naar hem. Jullie hebben een onverantwoordelijke, onbesonnen ding gedaan en nu wil jullie ons met dit condamneer. Nee, dankie. Ons gaan vanmorgen hooggerechtshof toe. Als pa dit doet, dan is ik klaar met pa. Dan moet pa mij nooit weer pa zijn kind noemen. Ja, ik zal mij niet door jou laten voorzien. Hoe pa van nou alleen zijn leven voor haar verwoest. Zonder om mijn oog te knippen. Een hofbevel. Dat is al wat pa verstaan en verre niks. Hoe denk jij met wie praat jij, hè? Charles, alsjeblieft, Charles, je pa het niet zo. Nee, los mij ma. Gaan liever jullie eigen leven. Met jullie is ik vandaag klaar. Charles, je verstaan. Als dit is hoe zijn liefde ver. Dan wil ik niks daarmee te doen. Nee. Als het niet voor Frans was, heeft Helene gisteren een abortie gehad. Hij is van een trein afgesprongen tussen hem muren gehad. Het. Nou, dat is meer die soort liefde waarvoor ik respect heb. Cheers. En moet niet worry nie. Hy sal okay wees. As ou Chaffie zombie die slag kan opvat, dan sal Chaffie se zombie. Bye. Wat het jy? Droom van seisoene.
Thank you.